2018, wat een jaar. Een jaar die ik zeker niet zomaar ga vergeten. Een jaar die niet altijd even leuk was en op sommige momenten zelfs heel zwaar. Toch heb ik het idee dat ik onwijs ben gegroeid. Niet fysiek, want je girl is nog steeds 1,60 meter, maar wel mentaal. Te beginnen met voor mij denk ik wel de meest belangrijke les. Never forget yourself to make someone else happy. Never. Dit jaar ben ik mezelf nogal vergeten. En je bent zoveel meer waard dan dat je zelf denkt. Na een rot begin van 2018 ben ik in de boeken over self-love en healing gedoken. Ik heb er zoveel gelezen en elke week die voorbij ging merkte ik weer wat vooruitgang. Ik kwam erachter dat het dagelijks praktiseren van self-love me onwijs hielp. Ik voelde me beter in mijn vel en in mijn hoofd. Naast het lezen ben ik elke dag gaan schrijven. Ik leerde dat schrijven een manier is om emoties, gedachten, een bepaald plekje te geven en zo bepaalde dingen te verwerken. En remember, it's okay not to be okay. Ik leerde dat je niks in het leven voor granted moet nemen en dat je elke dag bewust dankbaar moet zijn, zelfs wanneer je een ontzettende baaldag hebt. Denk er maar eens over na. Waar ben jij vandaag dankbaar voor? In de maanden die volgden kwam ik erachter dat alles gebeurt voor een reden. Deuren sluiten zich, maar tegelijkertijd gaan er weer nieuwe deuren voor je open. Ik was in 2018 met veel creatieve dingen bezig en dat deed me zo goed. Doe dingen waar je een warm en goed gevoel bij krijgt. Alleen jij kan jezelf echt happy maken. Nog een belangrijke les uit 2018 is: in dit leven hoef je niemand, maar dan ook echt niemand, te pleasen. Blijf dicht bij jezelf en doe waar jij je goed bij voelt. Laat je dus niet beïnvloeden door anderen. Ik leerde dat echte vriendschappen enorm belangrijk zijn in het leven. Vrienden waar je 100% jezelf bij kan zijn. Waar je mee kunt lachen en waar je voor elkaar bent in goede en slechte momenten. Dus wees je bewust waar je je tijd en energie aan schenkt. Les 11. Luister naar je intuïtie. Die vertelt je zoveel meer dan wat je zelf denkt. Het reageert op slechte en goede dingen, dus luister erg goed naar. Geniet voor de volle 100% wanneer je met je dierbaren bent. Apprecieer de momenten die je met ze deelt. En dit doet me denken aan nog iets wat mijn leven positief heeft veranderd dit jaar. En dat is proberen in het nu te leven. Dit moment is het enige moment dat je hebt. Probeer dus niet te veel in zowel verleden als toekomst te blijven denken. Wees hier en in het nu. Ik merkte dat ik in de mindere en wat negatievere periodes heel lief was voor mezelf. Maar naarmate ik me beter in mijn vel voelde, hoe strenger ik weer voor mezelf werd. Ik weet niet waarom, maar het gebeurde gewoon. Na een tijdje besefte ik me dat je niet te hard voor jezelf moet zijn. Je bent goed bezig, ook al maak je baby steps. Je bent goed bezig. Ik pakte in 2018 weer meditatie op en dat gaf me zoveel rust in mijn hoofd en in mijn lichaam. Ook heb ik dit jaar zoveel kleding en onnodige spullen gesorteerd en weggedaan. A clean house is a clean mind. En dan de laatste les. Vergelijk jezelf nooit met anderen. Vergelijk jezelf met jezelf een paar maanden geleden. Ik stel mezelf dan altijd de vraag, wat kan ik verbeteren? En probeer dit vervolgens weer toe te passen op het nu. Nog even een side note. Ik kom er net achter dat er 17 dingen zijn in plaats van 18. Dus mijn allerlaatste les is minder chaotisch zijn en wat beter je werk controleren. Ik ben zo dankbaar voor dit groeiproces en alle leuke momenten die ik heb meegemaakt.